Dag ondernemers, een heel andere manier om met elkaar te communiceren deze keer. Vandaag wil ik graag de energiescan onder uw aandacht brengen. De energiescan is een instrument, samenwerking tussen provincie en MKB Nederland. De provincie geeft u subsidie op het maken van een energiescan. Een energiescan, het woord zegt het natuurlijk al, met een deskundige uw bedrijf door om te kijken naar uw energierekening en vooral natuurlijk om te kijken wat u aan besparing zou kunnen doen. We hebben het dan bij een energiescan over de maatregelen die u zou kunnen nemen, de investering die het van u vraagt, maar vooral ook de opbrengsten. En de opbrengsten die moet u zoeken in de besparing en in het comfort. Goedemorgen ondernemers. We zijn hier bij Dijkstra Houthandel in Wierden aan de Rijsense Straat. Wij praten hier over de energiescan voor de ondernemers in de gemeente Wierden. Dijkstra Houthandel Wierden heeft een doe-het-zelf winkel, een showroom voor kasten en dergelijke en een showtuin met een breed assortiment tuinhout. Dit alles voor de vakman en de klusser. Met name in deze tijd zijn wij ook behoorlijk gefocust op het snijden in kosten. En de energiekosten die waren wel dusdanig dat ik dacht van daar kunnen we wel mee. Wij werken veel samen met onze buurman Lammertink installatiebureau in Wierden. Daar heb ik mee gepraat en die adviseerde mij om energiescan uit te laten voeren. Via de vakbladen kwam ik bij een bedrijf wat zo'n energiescan kon uitvoeren. Af van dat gegeven wat hier is geweest, is daar een rapport uitgekomen en er zijn een paar maatregelen voor genomen. De energiescan is uitgevoerd volgens mij in februari vorig jaar. Vorig jaar. Ja. En wat hebben jullie aan maatregelen getroffen? Wij hebben direct de makkelijkste en goedkoopste oplossing was om alle spotjes, we hebben hier een stuk of 100 halogeenspotjes hebben we hier in onze showroom. Dat was punt 1, die hebben we direct vervangen voor LED-spotjes. Dat hebben we gedaan en we hebben een aantal lichtstraten bij ons in de drijf. We hebben een drive-through bouwmarkt en die waren behoorlijk vervuild en die waar we het simpelste bij konden, die hebben we gereinigd. En we hebben de lichtbakken verplaatst naar beneden toe, zodat we met minder wattage dezelfde lichtopbrengst wil hadden. Wat heeft dat in euro's voor jullie bedrijf op jaarbasis opgeleverd? Dat heeft, doe ik het even uit mijn hoofd, volgens mij heeft dat 6000 euro opgeleverd. Opgeleverd minder gekost. Dus het was volgens mij in 2011 15.000 euro en nu dus 9.000 euro. Dus een besparing van 6.000 euro. Met een investering van die spotjes schat ik op zo'n 2.000 euro. Dat is een mooi resultaat. Dat is een mooi resultaat en natuurlijk die lichtstraten zijn niet vanzelf schoongekomen. Dat hebben onze jongens zelf gedaan. Maar goed, dus dat is ook een vrij geringe kostenpost. Je hebt nu deze energiescan uitgevoerd. Zou jij andere bedrijven in onze gemeente Wierden ook adviseren om een dergelijke stap te zetten? Het getal wat ik aan noem, die spreken denk ik wel voor zich. Ik zou het dus zeker aanraden. In 2010 hebben wij hier de showroom helemaal grondig verbouwd. En eigenlijk had ik niet in 2012 deze maatregelen moeten doorvoeren, maar in 2010 al. Dat scheelt gewoon een boel centen.